Ja, dat D66, hè. Ja, die gaan al heel slecht in de peilingen. Dat zien jullie zeker wel, hè. Ja, die zijn al gehalveerd. Volgens de Kamerzetels hadden ze 24, hebben nu nog maar 12. En dat gaat alsmaar slechter en slechter. En nu hebben ze dus dan besloten, hè, die spindokters daar bij D66. Ja, we gaan die kakelen, die gaan we even wat meer naar voren schuiven. Die proberen nog te redden wat er te redden valt. Nou. en ze gaan nog stijler nu naar beneden, hoor. Ja, het is nu gewoon nieuwjaarsdag, hoor. Het is Garmisch Partenkirchen gewoon strak naar beneden. Ja, D66 is echt aan het schanspringen, beste vrienden. En ja, dat doet me genoegen. En dat komt ook door de kakelende. Heb je gelezen, die kakelende? Ja, kakelende, die vindt dus dat het asielbeleid... Ja, daar durven ze natuurlijk bijna niks over te zeggen, maar het moet wel. Die heeft nu gezegd van ja, kom maar binnen met je knecht. Dat is hem, ja. D66 is nu officieel, kom maar binnen met je knecht. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Je bent allemaal, iedereen is welkom in Nederland. Nou, en want zij zegt dan, hekken horen niet bij een beschaafd land. Ja, je mag niet je land afsluiten voor andere mensen. He? Onder het motto van, nou, ik wil graag een beetje mijn eigen cultuur gaan bewaken. Of, we zijn een beetje vol. Het zijn maar een paar argumenten. He? En dat je zegt van, nou, we doen even wat minder. Nee, en trouwens, over beschaafd. Ik bedoel, en Denemarken dan? Denemarken, die doen dat allemaal. Die hebben gezegd, nee, we hebben er geen zin in. En er komt gewoon bij ons bijna niemand meer in. Ja, en dan is Denemarken is dan onbeschaafd. Dat is dan opeens een niet beschaafd land. Kakelende, dat geloof je toch zelf niet? Ja, en nog even wat. Dan hebben we natuurlijk dat geval met minister Weerwind. Heb je dat gelezen? Ja, die oude burgemeester van Almere, die heeft 5 jaar lang heeft hij zijn dienstauto gebruikt, privé. Ja, vrienden, als jij en ik dat doen, ergens bij een baas, hup, word gelijk, hup, eruit geflikkerd, ben je gelijk ontslagen. Hup, weg. Maar niet bij D66, hoor. Nee, want ze werden gevraagd aan de kakelende en die Weerwind, die wordt natuurlijk nou ontslagen eruit. Nee, die mag blijven, zegt de kakelende. Geen enkel probleem. Doe maar lekker, hoor. En dat mag dus zo. Je mag wel gewoon je dienstauto, die mag je gebruiken. Privé, 5 jaar lang. Ja, op de kosten van de gemeenschap. Dat mag allemaal. Ja, en dat doen we wel in een beschaafd land. Kakelende. Hé? Ja, dat mag dus wel. Nou, vrienden, ik weet het niet, hoor. Maar ik blijf het maar herhalen voor die verkiezingen straks. Hé, alle ballen op Caroline.